Ik had hem weer gedraaid. Wat is dat nou? Nou, ik zal het je vertellen. De bompadje. Onze bedpad en ik gaan weer eens een paar dagjes weg. Dus ik dacht, we maken er weer een gezellige vlog van. Jawel. Hartstikke leuk. Nou, waar gaan we nu toe? We gaan naar Maastricht. Naar een huisje. Het is maar 3 nachtjes hoor. Maar goed, toch hartstikke leuk. Even ertussenuit. Hè? Het is alleen jammer dat het mooie weer zo goed als voorbij is. En dat het de komende dagen vooral gaat regenen. Nou, helemaal niks aan te doen. Geeft helemaal niks. We hebben elkaar. We hebben de liefde. Nou, wat willen mensen nog meer? Helemaal niets. Nee, ben je gek. Dus ik zou zeggen, geniet van deze mini vakantievlog. En kijk maar wat je ermee doet. We zitten in de auto hoor, inmiddels. Zeker. En waar gaan we heen? Naar Zuid-Limburg. En waar precies ongeveer zo'n beetje? In de buurt van Maastricht. In de buurt van Maastricht. Ja, want ik kreeg een beetje heimwee, want we zijn er al een jaar niet geweest. Zeker. En wat gaan we er allemaal doen? Een beetje kijken, een bergenwandeling een stuk rijden, een paar uur naar Maastricht, lopen met de hond. Misschien ook wel naar Valkenburg. Ja. Dat zou leuk zijn. Een beetje lopen met de hond, want Pep Jaas is natuurlijk ook mee. Pep? Pep? Nee. Pep ligt heerlijk te slapen, die denkt het allemaal wel. Maak me maar wakker als we er zijn. Hè? Zeker weten. Nou, we hebben nog 1,5 uur te gaan. Dus ik zou zeggen... Groetjes. Gas erop. Voor het nieuws zei ik... Hey, als je helemaal de verf op beddenbakje wil winnen, dan... Dan kan dat. Dit zijn de hints. Het is een bed uit Wales die ik zoek. Die van 2 kanten komt. En het liedje gaat over een vliegtuig of een meisjesnaam. Als jij het denkt te weten, moet je even een bericht sturen via de app. Pennenbakjes voor mij! Woehoe! Dankjewel! Nou, we zijn gearriveerd. Het is een heel luxe vakantiepark. Dit zijn appartementen, we hebben ook huisjes. Wij zitten in een huisje. Het ziet er heel gezellig uit. Het is Centerparks en Landal zijn er niks bij. Nee, zeker niet. Wel veel kinderen hier, maar goed, dat mag toch niet drukken. En Dennis is even naar de receptie. Beb en ik wachten even totdat we weten waar we naartoe moeten. Jawel. Even een impressie van, je zou het dorpsplein kunnen noemen. Nou, het ziet er toch hartstikke leuk uit. Nou, we zijn weer heerlijk aan de wandel. Dikke dandel. En we zijn inmiddels al in België beland. Ik zit gewoon tegen de Belgische grens aan. We doen een rondje Doesberg. Daar zitten we namelijk. Het loopt ook omhoog. Want dat kunt u misschien wel horen aan mijn kortademigheid. Anyway. Is 5 kilometer. We dachten, dat doen we gewoon en nog. Eventjes zo, laat in de middag. Hartstikke leuk. Aden? Zeker. Zeker, Den vindt het ook hartstikke leuk. Ja, dat was het eigenlijk voor vandaag. We zijn aangekomen. Ik zal straks even het huisje laten zien. Hartstikke leuk huisje. En dan gaan we morgen naar Maastricht de stadswandeling maken. Jawel, met surprise guests. Wat willen mensen nog meer?
Hallo? Zijn jullie alpaca's? Nee? Nee, het zijn helemaal geen alpaca's. Nee hoor. Jawel. Nu zullen we denken, waarom heeft u dat haartje? Nou, wij zijn gaan zwemmen in het zwembad hier. Want we hadden het best wel warm na de wandeling. Maar het heeft geen kut geholpen, want het was een bloedfysieke zee in het zwembad. Nou, dit is ons huisje. Ik zal het even aan jullie laten zien. Dit is Beb. Dit is de bomba in de keuken. En dan hebben we hier... Ja, eettafel, maar goed. Leuke woonkamer met een mooie televisie. En openstaande deuren. Nou, is dat even leuk. Als we dan naar boven gaan. Oh. Hebben we de eerste verdieping met... Twee persoonskamer. Dat is ons kleedhok geworden. En een badkamer. Douche, bad, alles erop. En eraan. En dan de slaapkamer. Kijk, we kijken er hartstikke leuk uit. Op dat plein, zeg maar. Zo gezellig. Bed. Hallo. En als we dan nog een etage hoger gaan. Dan hebben we nog een badkamer. Jawel, dat is eigenlijk een nog luxere. Want er zit ook een sauna in. Best wel een grote. Hartstikke leuk. Ook met een douche. En met nog... een slaapkamer. Nou, wat willen mensen nog meer? Helemaal niets. Dus dat is het huisje. We gaan er met 6 mensen in. Maar we zijn maar met z'n tweeën. Jawel. Nou, gaan we naar beneden. Dit was het voor vandaag. Morgen meer. Jawel. Goedemorgen altijd samen. Nou, het is weer een heerlijke dag in Maastricht. Zo. Hallo. Het is weer een heerlijke dag in Maastricht. Beb die gaat er vandoor. Oh. Ga je naar boven, Beb? Blijf maar hier, jong. Pappetjes, even douchen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker naar Maastricht. Stadswandeling maken met de surprise guest. Die komen hier om 11 uur aan. Hartstikke leuk. Zit maar, zit best leuk zo. Nou, anyways, dat wilde ik even gezegd hebben. Begin van de dag, het is hartstikke lekker weer. Het gaat geloof ik wel een beetje regenen, maar dat zullen we dan wel zien. En Pep gaat lekker naar buiten. En nou ja, jullie zien het vanzelf wel. Heerlijk wandelen in Maastricht. En misschien een beetje winkelen, lekker lunch pakken, leuke dingen doen. Jawel, daar gaat het om. En zo zitten we weer in de auto. Zeker. En waar gaan we naartoe? We gaan naar Maastricht een stadswandeling maken met onze surprise guest. Wie ze het zijn. We gaan het bijna bekendmaken. Nou, spannend hoor. Spannend hoor, hè Beb? Super spannend. Ze rijden nu voor ons. En we zijn er bijna, denk ik. Toch? Zeker. Zeker. Nou... Daar zijn ze dan. Zwaai even. Ik had alweer gedraaid. Onze mysterious guests, François en Suus. Zijn we mee een stadswandeling aan het maken. We moesten linksaf. En hebben jullie het naar je zin? Top. Top. Een topgids ook, hè? Zeker, ja. Hartstikke leuk. En Suus ziet dingen van Maastricht die ze nog nooit gezien heeft. Maar ja, dat komt misschien omdat het broekje te strak zit. Dames en heren. Proost. Proost. Een leuke dag. Op het leven. Proost. Nou, we hebben een hele leuke dag gehad. Ondanks dat zij erbij waren. Pep en Co. Dat is een beetje zoals dit. Pep. En Co. Pep en Co. Sla rechtsaf en flauwekop naar rechts naar de Noorderbrugsingel.
Nou, dat was me een dagje wel. Heerlijk in het fijne Maastricht geweest, zeker. De stad, met leuke mensen. Zeker. Huh? We hebben er toch heerlijk van genoten. En nu gaan we weer op weg naar het huisje. Jawel, maar we gaan eerst even kijken of we het huis kunnen vinden waar Peppy vandaan komt. Onze Peppy, die is helemaal uitgeteld. Die ligt heerlijk te slapen op de achterbank. Jawel. Nou, we zijn er bijna, Beb. We zijn bijna bij een geboortehuis. Jawel. Nog heel even wachten. En dan kunnen we het zien. Nou, hier is het. Is dit het? Ja. Deze is het. Daar komt Beb vandaan. Oh. Nou. Was dat even leuk? Jawel, Beb. Heb je het gezien? Heb je heimwee? Ja, ik geloof het niet. Nou, het is dag 3 alweer van de mini-vakantie. Oui, oui, oui. En waar gaan we vandaag heen? Even naar Hasselt. Hasselt? Maar dat ligt in België. Oui. Oui. We gaan naar België. Nou, gelukkig hoeven we weer geen geld te wisselen. Dat scheelt. En we gaan heerlijk even kijken wat er in Hasselt te doen is. Zeker. Niet waar? Een heel oud stadje. Het is een oud stadje is het. Maar we hebben het een soort van op advies van François. Bel wij. Nou mensen, we zijn in Hasselt hoor. Huh? Hartstikke leuk. En we lopen even naar de Oude Markt. Gaan we even naar het VVW-kantoor. Kijken of we een stadswandeling kunnen doen of zo. Ik heb inmiddels deze zonnebril gekocht bij de H&M. Dat hebben ze namelijk niet in Nederland. En ik heb de nieuwste CD van Madonna gekocht. Jawel. Wat willen mensen nog meer? Nou, helemaal niks. Nou, misschien straks een lekker broodje eten of zo. Wat jij? Ja, zeker weten. Nou, je hoort het. Gezelligheid alom. Nou, we zijn zo ongeveer halverwege de stadswandeling. Zeker. Vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Ja, dan gaan we maar snel verder. Zeker. Nou, vertel, wat vond u van Hasselt? Veel auto's hier door elkaar, maar dat is typisch Belgisch. Dus eigenlijk hele mooie gebouwen en dan erg een beetje afgerond. Hallo. En biertje, maak eens af van het vat. Wat hebben jullie van het vat? Kristal. Heerlijk. Heb je mij ook maar? Ja. En David Puttiger? 39? Voor hem wel, ik moet nog rijden. Doe maar 32. En voor jou met 2,5 liter. Ja, dan blijf ik hier liggen. Ja. Nou, dankjewel. En gewoon 32. 20. Ja? 33. Kom maar op. Dankjewel. Dankjewel. Nou. Ja.
aan zitten we weer in de auto. Maar we zijn wel weer terug in het huisje geweest hoor, nadat we in Hasselt waren. En nu zijn we onderweg naar... Valkenburg. Valkenburg. En daar gaan we een hapje eten. En Peppert is er ook bij natuurlijk. Kijk. Maar die is helemaal kapot, want die heeft helemaal nog niet geslapen vandaag. Nee. Nou, het wordt vast een gezellige avond. Jawel. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Ah, dank u. Nou, gaan we even kijken. Hartstikke laag. Denk je even eens rustig wat we gaan eten in Valkenburg? Die komen we tegen. Houdt het dan nooit op? Houd je bek. Nou, iets smakelijk. Was het lekker? Gelukkig maar. Ja, en zo zijn die paar dagen alweer om. En gaan we weer naar huis. Met Beb. Ja, Beb vindt het ook jammer. We gaan vandaag nog eventjes naar Maastricht. We gaan een beetje hier in de omgeving rond snuffelen. Kijken of er nog wat te doen is. Het is nu 10:45, moet 11:00 huis uit. Nou, dat gaan we dan maar doen. Jawel. We zijn in Maastricht. We gaan even naar het Vrijthof. Wat gaan we daar doen? Even een stukje vlaai eten. Dacht ik zo. Dennisje en Pep zijn er natuurlijk ook bij. Ah, want anders is er helemaal niks aan. Nee. Nou, we zitten niet aan het Vrijthof, maar aan het... Onze lieve vrouwenplein. En wat gaan we hier doen? Een bakje drinken. Met hem? Een stukje vlaai. Lekker hè? Zeker. En Peppie is er ook bij, hè Pep? Ja, gezellig. Ach, hartstikke gezellig. Nou, daar zijn ze dan. Lekker, is de laatste vlaai. Heerlijk. Welke heb jij? Appel. En ik heb puddingkruimel. Nou, wat willen mensen nog meer? Helemaal niets? Nee hoor. Ik dacht het leuk even naar een kasteel ver te gaan. We hadden een tip gekregen van iemand van Twitter. Ik ben even vergeten van wie. Dus wij zijn naartoe gereden in IJsden. IJsden, bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Nou, de omgeving is hartstikke mooi, maar er mogen helemaal geen honden komen. Nou, en wij laten Beb niet zomaar alleen in de auto, ben je gek? Dus nu rijden we toch maar door naar Gulp en dan gaan we daar speciaal bier halen. En een broodje eten misschien? Hallo? Jazeker. Jazeker. Ja, meneer is aan het rijden. Op de Mergelandroute. Op de Mergelandroute. Nou, nog een paar leuke dagen. Cheers. Nou, zo zijn we weer heerlijk thuis bij ons eigen zwembadje. Ah, en bij Lietje. Nou, eventjes vragen hoor. Nou, dag Lietje. Zeg, heb jij ons gemist? Nou, heb je ons gemist? Hallo? Nee? Nou, nee hoor, die heeft ons helemaal niet gemist. Nee! Nou, en toen we allemaal weer thuis zijn en heerlijk onder de bank liggen te slapen of lekker in een luie stoel zitten, denk ik dat het de hoogste tijd is geworden om deze vlog een beetje leuk en schappelijk af te sluiten. En hoe doen we dat? Dikke doei! Inderdaad, met de hele wijze woorden dikke doei. Dus hou je stevig vast, want hier komen ze. Dikke doei. Zwaai even leuk naar de mensen. Dag mensen. Dag.
Zeg, sexy beast. Dat was hem dan alweer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.